Maar we gaan nog naar een ander onderwerp. Want door de toename van het aantal handelsconflicten wereldwijd is de inzet van de Wereldhandelsorganisatie harder nodig dan ooit. Toch lijkt dit, na de NAVO, de volgende organisatie die hersendood wordt verklaard, nu Trump dreigt de WHO de nek om te draaien. Voor Nederland geldt dat een zesde van de handel die wij drijven valt onder de regels van de WTO. En als Nederland dan een conflict heeft of de Europese Unie, dan is er geen opperrechter meer die een uitspraak kan doen. Bijvoorbeeld de aluminium- en staaltarieven die de Verenigde Staten nu heffen op Europese staalexporten. Daar gaat een conflict over spelen, dat speelt al. Maar er is dus uiteindelijk geen rechter die daar uitspraak over kan doen. En in zo'n conflict is de Verenigde Staten nu eenmaal vaak de sterkste. Dus dit is eigenlijk vooral gunstig voor Trump en Amerika? Ja, want het betekent dat het recht van de sterkste geldt. En aan de andere kant voor Nederlandse bedrijven zoals Tata betekent dat er veel onzekerheid is over wat er nou eigenlijk mag en niet mag in internationale handel. Kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin zo'n scheidsrechter, de Wereldhandelsorganisatie, heeft opgetreden? Ja, afgelopen vrijdag nog hebben notabene de Amerikanen gelijk gekregen met een klacht over Europese industrie. Airbus, vliegtuigleverancier, die werd in het ongelijk gesteld. Dus eigenlijk had Trump daar een feestje kunnen vieren. En nu probeert hij die scheidsrechter tandeloos te maken. Een tandeloze tijger wordt het. Hoe kan het dat er nu dan te weinig rechters zijn? Want de Amerikanen die dwarsbomen dat, hoe werkt dat? Ja, je hebt 10 rechters. 7 zijn er niet herbenoemd. En daar is dus geen opvolger voor gekomen. Dat heeft Trump tegengehouden. Je hebt er minimaal 3 nodig om een uitspraak te doen. En 2 zullen aanstaande woensdag hun termijn zal dan verstrijken. Dus er blijft er nog maar 1 over. Dat zijn geen rechters meer. Dus hebben we geen scheidsrechter. En is dit voor ons nu een probleem ook? Ja, want Nederland is zeer afhankelijk van dit soort arbitrage. Want in de jungle die nu gaat ontstaan, geldt het recht van de sterkste. Nou, dat zijn wij niet. Dan zijn wij toch een klein land, ja. Uiteindelijk zijn we dan een heel klein land.